Ik ben Marloes Pomp. Ik was ambtenaar en ben nu oprichter van verschillende start-ups en werk vanuit die start-ups nog steeds veel met en voor de overheid. Ik ben begonnen als ambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Ik heb daar een fantastische tijd gehad, maar ik ben daar weggegaan mede omdat ik de handelingssnelheid bij de overheid te laag vind. Ik heb inmiddels verschillende bedrijven opgericht, waaronder Digital Action, adviesbureau, van waaruit ik nog steeds veel bij de overheid werk. Ik heb een bedrijfje rondom medezeggenschap. Ik probeer de ondernemingsraad op te heffen en alternatieven daarvoor te ontwikkelen. Ik heb nog een bedrijf Rewear, een soort Airbnb, maar dan voor designkleding. En tot slot heb ik nog een sieradenlabel. Een beetje een gekke mix aan activiteiten. Ik vind nog steeds het werken bij de overheid het allerleukst. Maar het verschil tussen mijn activiteiten bij de start-ups die ik heb en het werken bij de overheid is heel groot. En dat ligt met name aan de handelingssnelheid. En ik maak me daar steeds meer zorgen om, omdat de overheid daardoor steeds meer achter de feiten aanloopt. En dat kost denk ik ook gewoon te veel geld. In dit videocollege ga ik vertellen waarom de handelingssnelheid bij de overheid omhoog moet. Hoe ik zelf probeer te doen en hoe we met z'n allen structureel de handelingssnelheid kunnen verhogen. Ik denk dat de handelingssnelheid bij de overheid zo laag ligt omdat de werkwijzen niet zijn meegegroeid met de snellere informatiestromen. Heel veel werkwijzen worden nu normaal gevonden en ik denk dat we op zoek moeten naar een nieuwe normaal waarbij het tempo hoger ligt. Een aantal redenen waarom die werkwijzen nu niet meer werken zijn bijvoorbeeld ambtenaren denken dat ze voor alles goedkeuring nodig hebben van de top. Dus wordt alles de lijn ingestuurd en dat geeft vertraging. Tegelijkertijd is die top niet toegankelijk genoeg, waardoor medewerkers niet snel even kunnen checken van zit ik nog op de goede koers. Veel dingen worden gepland. Er zijn vaste vergaderingen, vaste overlegmomenten. En ze vinden het inmiddels normaal dat een volgende beslissing zo weer 3-4 weken kan duren, omdat dan pas het volgende overleg is. Ook het tempo tijdens meetings kan denk ik enorm omhoog. En een van de grootste problemen is de mailstroom. Er ontstaat nu een soort bottleneck richting de top met allemaal mailtjes wat niet meer verwerkt kan worden of wat heel lang duurt om die te beantwoorden. En ik denk dat je moet nadenken over hoe kunnen we slimmer, sneller met elkaar communiceren. Bijvoorbeeld door samenwerkingsruimtes of WhatsApp-groepen of andere werkvormen. Ik probeer zelf de handelingssnelheid binnen de overheid te verhogen. Dat lukt lang niet altijd. Ik besef echt hoe ingewikkeld dat is. Je functioneert binnen een groot instituut. Het is heel lastig. Ik wil jullie twee voorbeelden meegeven waarin het wel is gelukt. Het eerste is medezeggenschap in één dag. Ik werk veel met ondernemingsraden en een van de manieren om medezeggenschap te vernieuwen is volgens mij door het proces te versnellen. Want dan kun je beter aangehaakt blijven. Nu duurt een adviestraject heel vaak minimaal 6 weken. En dat is voor medewerkers niet te volgen. Dus wat we hebben gedaan is een werkvorm ontwikkeld waarbij je in één dag een adviestraject doorloopt. Dus in één dag haal je de ideeën van medewerkers op. In één dag schrijf je het advies met elkaar en bespreek je dat ook met de bestuurder en wordt er een beslissing genomen. En ik vond het leukste in de evaluatie daarvan is dat ambtenaren OR-leden zeiden van oh, ik heb zo'n leuke dag gehad. En dat komt omdat je gewoon veel sneller werkt, veel sneller resultaat boekt. Een ander voorbeeld is een app die we voor de jeugdgezondheidszorg aan het maken zijn. We hebben daarbij in 1 week een klikbaar prototype gemaakt. Nou, normaal gesproken duurt zo'n traject veel langer. En wat hierbij ook zo leuk was om te zien is dat die medewerkers van de JGZ zo blij en zo trots waren met het resultaat wat ze in 1 week hadden bereikt. Ik vond het ook leuk om te zien dat zij daardoor zoveel meer werkplezier hadden, maar ook met veel beter resultaat kwamen dan ze normaal gesproken in zo'n periode doen. Ik heb nu 2 voorbeelden gegeven waarbij je ziet dat de handelingssnelheid best omhoog kan bij de overheid. Dat het dus best kan. Maar ik heb zelf daarbij het gevoel, ik balanceer dan echt tussen 2 werelden. Aan de ene kant de trage overheid en aan de andere kant de snelle techneuten. En ik denk dat we het niet moeten accepteren dat de overheid zoveel langzamer is. En dat we op zoek moeten gaan naar werkwijzen waarbij dat sneller gaat. En daarvoor is het heel belangrijk dat er een soort nieuwe normaal ontstaat binnen de overheid. En dat het niet meer normaal is dat dingen zo lang duren, dat je steeds op elkaar wacht. Maar dat het normaal is om met veel plezier aan leuke resultaten te werken met een wat hoger tempo. En in het volgende deel leg ik uit hoe we daar kunnen komen. Eigenlijk wil je binnen de overheid de snelheid van een crisissituatie, maar dan zonder crisissituatie. Want je ziet bijvoorbeeld bij de vluchtelingencrisis dat de snelheid van handelen dan wel heel hoog is en ambtenaren elkaar snel weten te vinden. Hoe kun jij als ambtenaar nu zelf die eigen snelheid vergroten?
Ik denk dat het belangrijk is dat je een ander perspectief krijgt. En dat je andere beelden krijgt over wat normaal is. En daarvoor zou je bijvoorbeeld een dagje kunnen meelopen met een start-up. Niet omdat zij alles nu fantastisch doen, maar wel omdat het een ander uiterste is. En ik denk door naar uitersten te kijken, dat je zelf sneller kunt leren over wat dan binnen jouw organisatie past en wat bij jou past. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je probeert om je eigen team of je eigen werkwijze te veranderen. Je kunt nooit in één keer de hele organisatie veranderen, maar als team kun je natuurlijk al wel heel veel doen. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je bezig gaat om je werkwijze te moderniseren. Probeer minder via de mail te doen, maar ga op zoek naar alternatieve werkvormen, communicatiewijzen. Denk aan samenwerkingsruimtes, denk aan WhatsApp-groepen. Als ambtenaar kun je zelf natuurlijk een aantal dingen doen, maar de organisatie, de instituties, die moeten ook veranderen. Nou, de meest simpele oplossing is volgens mij door ambtenaren gewoon een dubbele hoeveelheid werk te geven. Ik zie dat privé, de ouders die het meeste doen op de sportvereniging of op school, zijn toch de mensen die al heel druk zijn. Dus door al veel werk te hebben kun je denk ik ook meer werk verzetten. Ik denk ook dat je mensen meer moet afrekenen op de snelheid waarmee ze samenwerken met anderen. En niet alleen op hoe ze intern functioneren. Maar ook hoe goed en hoe snel zij weten samen te werken. En je zou mensen toch wat harder moeten afrekenen als zij de boel vertragen. Binnen start-ups moet je gewoon uit het team als je de boel vertraagt. En binnen de overheid kun je gewoon heel lang blijven zitten. En spreekt niemand je daarop aan. Mijn oproep aan jullie is om gewoon eens op bezoek te gaan bij een start-up. Ga er eens een dagje werken of ga op bezoek. Niet, zoals ik al zei, omdat ze alles perfect doen, maar wel omdat het gewoon een hele andere cultuur, een hele andere werkwijze zijn, waar je denk ik als ambtenaar veel van kan leren. En ik zou het heel leuk vinden als je mij laat weten waar je op bezoek bent geweest en waar je van hebt geleerd. En uiteraard mag je ook langskomen bij een van mijn start-ups. En wees gerust, we zitten niet allemaal op zolderkamers. De OMOEC, waar is de overheidsmanager van, is gebaseerd op het essay en de reflectiebundel Ambtelijk Vakmanschap 3.0. Daarin dacht Alexander Meijer al mee over dit onderwerp. Kijk op omoek.nl en praat zelf ook mee.